Zoals vrijwel alle evenementen moest ook de Alkmaarse lichtjesavond even in de pauzestand vanwege de pandemie. Maar zaterdagavond mochten alle deelnemers weer los met prachtig versierde bootjes en een mooi verlicht stuk binnenstad. Want naast de meer dan 200 bootjes was er dit jaar ook iets nieuws. Wat anders is dan voorgaande jaren is in ieder geval de wandelroute die we toegevoegd hebben. Want niet iedereen heeft een bootje of wil meevaren met andere mensen en loopt liever langs de kant. Nou, dat kan ook. Dan kan je voor 5 euro een wandelroute kopen en genieten van de lichtkunst die we langs de route hebben gezet. Helemaal leuk. Het is hartstikke gezellig. Iedereen loopt hier nu helemaal vast. Het is eigenlijk best wel veel sensatie. Ik vind het altijd heel leuk om te zien. Ja, fantastisch. Mooiste uitzicht van Alkmaar nu. Met al die bootjes door de grachten heen vanaf vanavond 9 uur al. En ja, super enthousiaste mensen allemaal. Dus ontzettend leuk om te zien. Feesten! Nou, ik vond het heel leuk, want zie je me allemaal lichtjes en dat, ja, dat is gewoon super leuk om te zien. Zoals altijd steunen de Lions een goed doel met de opbrengst van de lichtjesavond. De flinke opkomst zou ook een mooie opbrengst moeten betekenen. Toch weten we dat nog niet helemaal zeker. Maar we weten pas echt over een paar weken hoeveel we daadwerkelijk hebben opgehaald. En dan gaan we kijken hoeveel VR-brillen dus aan het Noordwest Ziekenhuis kunnen geven voor kinderen die uit een narcose komen en dat ze in een vertrouwde omgeving wakker kunnen worden.